Rob Israël, voormalig zakenpartner van Rachel Hazes, uit zijn hoop dat de langdurige rechtszaak over de volmachten snel tot een einde komt. Hij deelt zijn gedachten met het ANP, terwijl Hazes zich opmaakt om dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam te verschijnen. Het verleden toont een samenwerking tussen Israël en Marieke van Beek, eveneens een ex-zakenpartner van Hazes, en Roxane Hazes, de dochter van Rachel, als gevolmachtigde tijdens een moeilijke periode in 2016. Destijds kampt de Hazes met een inzinking, en deze drie figuren namen haar belangen waar. Nu, met de gang naar de rechtbank, hoopt Israël dat Rachel naar waarheid zal antwoorden. Echter, hij erkent dat voorspellingen over haar reacties riskant zijn, gezien de grilligheid van de situatie. Zijn persoonlijke verlangen is simpel: een einde aan deze langdurige zaken. Het vreemde contrast tussen verleden en heden wordt benadrukt door Israël, die ooit een nauwe band met Rachel deelde. Nu, echter. Beschrijft hij haar als volledig onherkenbaar in haar gedragingen? De persoon voor hem lijkt bekend, maar de daden zijn vervreemdend. Het is een fenomeen waar hij aan gewend is geraakt, ondanks de vreemdheid ervan. De rechtszaak heeft zich al jaren voortgesleept, een kwestie van volharding en uithoudingsvermogen. Israël erkent dit als een kwestie van de lange adem, waarbij elke stap in het proces geduld vergt. Naast Israël zal ook Van Beek aanwezig zijn in de rechtbank op dinsdag, terwijl Roxanne afwezig zal zijn. Eerder dit jaar werden Israël, Van Beek en Roxane al gehoord in deze zaak. Rachel Hazes heeft betoogd dat haar belangen niet adequaat werden behartigd gedurende de periode waarin de gevolmachtigden optraden.